kus. Nee, dat is niet zo. Wat? Normaal, een goede kus. Een goede. Ja, een goede kus. Je hebt er al twee gehad. Nee. Jawel. Nee, kus. Maar ik heb het nu zo gedaan. Lekkere konijnoortjes. Kom. Zitten. Zitten. Ja, even goed zitten. Kom, even een stukje naar achteren. Kom, Beauty. Kom. Zit, kom. Zitten. Zitten. Blijf. Ik heb hier, hè. Een hele goede middag allemaal. Het is vandaag de zaterdag 13 juni uit mijn hoofd. Ja, 2020. Ja, helemaal goed. En het is bijna 12:30. Oké, ook nog. Ik ben Karin Stamel van de Werf. Is dat zo? Oké, nou dan ben ik ook. Ik Stamel van de Werf. Ja, precies. Helemaal goed. En ik zie er nog niet helemaal uit, maar dat komt vanzelf alweer. Trekt wat mij. Ja, en jullie moeten het vandaag alleen met mij doen, want die daar, die moet... Arbeiden. Vanmiddag weer inderdaad naar zijn werk. Leuk. Ja, heel leuk. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, jongens. Ja hoor, en de hondjes krijgen zo meteen koekie. En ik ga de buurvrouw er niet op zetten, want dat wil ze niet. Kijk, dan krijgen ze koekie. Kijk, en dan krijgen ze koekie. Van de buurvrouw. Is lekker hè, koekie krijgen. Ja, is lekker. Oh, dat vinden ze allemaal vanzelf wel, hoor, schat. Ik heb jullie en de niet op, hoor. Dat en dat ga ik niet doen. Ja, maar het is ook zo'n... En gevaarlijke hond, hè, lady, hè? Ja. Die is heel gevaarlijk. Ja, die is heel gevaarlijk. Lady is zo gevaarlijk. Was lekker, kinders. Alle drie gewoon, hè, heel erg gevaarlijk. En vooral die en die schutkleurige hond, hè? En die witte hond, hè? Ja, en de witte hond en die is helemaal gevaarlijk. Nou, Ro, die gaat even lekker lopen. Lekker lopen. Eventjes uit de warrel halen. Jij maar even uit de warrel halen. Kijk uit voor die Peugeot-auto. Met die lijn. Ja. Hè? Van wie? Oh, oké. Is handig om zo je auto te poleren. Handig. Ja, toen zat ik lekker op deze stoel. Dit is eigenlijk de stoel van mijn mannetje. Ja, is handig, hè? Ja, en het is alweer warm buiten. Ook zoiets. Ja, en binnen ook. Binnen ook, want waarom binnen? Binnen ook warm. Is dat zo? Ja. Oh. Geen idee, maar het is wel waar. Geen idee. Ik zal ze even wat aandoen. Als het aan wil. Koek, koek. Ja. Ik wou net zeggen. Ja. Hij gaat aan. Het scheelt weer. Want ik moet heel veel vlogs editen. Ik zal eens even kijken voor jullie. Ik zal eens even kijken hoeveel vlogs ik moet gaan editen vandaag. Bzzzt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 vlogs moet ik gaan editen. Gewoon van een hele week. Mwah! Ik heb wat te doen vandaag. Nou, even zo'n leuke, kleine, leuke discussie gehad over je werktijden. Ja, ik snap er nog steeds niks van, maar dat geeft niet. Maar jij snapt het wel. Ja. Maar ja, jij gaat naar huis, jij gaat omkleden en je gaat werken. Arbeiden. Maar ga eens even een beetje naar beneden, lief, want anders moet ik iedere keer dit gaan doen, vind ik niet fijn. De buurvrouw, als schoononder, ja. Die heeft gezegd dat het waarschijnlijk in dezelfde weer wordt als gisteravond. Okay, dus als dat zo is, dan kom ik jou niet ophalen. Dat is prima.
Nee, maar dan weet je dat wel even. Dat is toch prima, dan hoef je niet door de regen te lopen. Oh, is lekker onweer. Toch? Lekker. Zot. Zot. Ja, nou is toch leuk. Ja. Zot. Ja. Zot. Kus. Kusje. Nee, even zonder die arm. Mag je toch niet omhelzen dan? Ja, maar Emma, jij wil dat, en dat de kijkers het niet zien. Kus. Ze zien het niet kijken. Bom. Kus. Nee, stop nou eens even met die hand. Gewoon een kus. Met filmen dan. Kus. Ja, meneer, meneer en die schaamt zich ervoor. Om een kus te geven, maar ik niet. Niet. Nee, gewoon normaal kus. Niet zo. Nou ja, wat dan? Nee. Met je tong hier. Nee, dat giet op. Nee, gewoon normaal, lief. Dat is geen normale kus, man. Nou, wat dan? Doe zo. Moet toch? Nee, dat doe je niet. Whatever. Nee, doe gewoon een normale kus. Je kan het, dat weet ik. Twee shotten bij elkaar. Help, ja. Dat is geen kus. Nee, je hebt wel kus. Nee, dat is niet een normale kus. Nou, doe normaal. Nee. Dat is normaal voor nee, mij. Nee, dat is niet normaal voor jou. Geen beeld. Lief, nee, lief, nee. Ja, nee, auw. Nou, doe je lief, zelf. Nee, dat doe ik niet zelf. Kus. Nee, dat is niet normaal, een kus. Lief, kom op, klaar. Oh, kus. Ja, klaar. Kus. Dat is geen kus. Lief, kom op. Je weet het. Eventjes mijn spuit eruit gepleurd. Ik wil nou gewoon... Hè? Ja, maar jij moet ook gewoon normaal... Ja. Nee, een normale kus. Nee, dat is niet zo. Wat? Normaal, een goede kus. Een goede. Ja, een goede kus. Je hebt er al twee gehad. Nee. Jawel. Nee, kus. Nee, dat is niet. Nee, dat is geen kus. Waarom niet? Nee. Doe we altijd zo. Nee, jij, en jij doet echt dit. Ja, dat is geen kus. Waarom niet? Gewoon niet. Nou, dan niet. Kus. Ja, hè, die was hem. Fijn. Nee, dat is niet paard, dat is niet eeuw. Ja, maar dat is dus Roderick, mensen. Die schaamt zich ervoor om een kus te geven. Et cetera, et cetera. Love you, schat. En meneer is weg. Ik zal me even filmen buiten. Ja. Maar jullie krijgen dan zo wel even te horen van mij hoe en wat. Mannen, wat hebben we eraan, hè, beauty en lovely. Dag, schat. Doei, werk ze, eet smakelijk. Heb je je bakkie mee dan? Heb je je bakkie mee? Ja, en je etensbakkie. En je etensbakkie. Ja, maar die heb je mee toch nu in je hand? Ja, die ja. Oké, okay. Goed zo. Dan gaat hij dus eerst lekker met de auto naar zijn huis. Gaat hij daar omkleden en dan gaat hij weg. Ja. Doei, doei, meis. Ja, lekker warm, hè? In die autootje. Moet je Alex's auto hebben. Die is lekkerder. Nou, dan gaat hij zo weg. Gaat hij een stukje naar achteren rijden. Wat zeg ik? Gaat hij een stukje naar achteren rijden. Doei!
En de kinderen, dat is gewoon leuk, ja. En de hele buurt die loopt gewoon met me weg. Maar zonder bril ben ik weer even boekje zoek. Waarschijnlijk zit hij nog in de auto. Ik hoop gewoon dat dit weer zo blijft. En dan ga ik lekker vanavond weer om 8 uur lekker lopen naar Leiden. Ga ik weer lekker ophalen. Lekker op mijn gemakkie. Lekker rustig lopen. Lekker een wandeling voor de boeg. Ik ga nu even naar de Action. Ik ga even kijken of ze iets hebben voor USB-aansluitingen. Extra. En ik wil even Haribo snoep hebben. Drop. Lekker. Die had Roderick al laatst voor me gehaald. En nu heb ik geen zonnebril. Ik was al binnen aan het kijken, maar ik kon hem niet vinden. Ach ja. En ik kom zo meteen nog even op terug op Roderick. En nog zo meteen even terug op de buurtkinderen. Ja. Maar ik ga nu eerst even naar de Action. Misschien dat ik dat nog even ook laat zien. Dat ik binnen ben. Maar als ik thuis ben, dan kom ik daar nog even op terug. Yep. Nou, ik ga nu even verder lekker lopen. Het is warm. Nou, het is wel lekker warm. Ja. We mogen niet klagen. Nope. Nou, ik ben bij de Action geweest. Helemaal geweldig. Dan ga ik lekker naar huis lopen. Ik heb niet in de Action gefilmd. Nee, had ik namelijk geen zin in. Hoeft ook niet, toch? Nope. Dus, ach ja. Komt ook wel weer goed. Dus nou ga ik lekker naar huis. En dan ga ik het even lekker unboxen wat ik heb gekocht. Ik ben bijna weer thuis. Nog effies. Ik probeer eigenlijk een beetje in de schaduw te lopen. Maar achter loopt een gezin. Dus daar moet ik ook even rekening mee houden. Dus ik loop gewoon even met mijn onderlichaam even lekker in de schaduw. Ik vind het wel best. Heerlijk. Het is gewoon lekker weer. Ik zal zo meteen lekker de balkon weer open doen voor de dames. Ik heb wat lekkers gekocht voor de dames. Konijnenoren. Ja, lekkere konijnenoren. Dus ja. Bijna thuis. Hilario. Ik kom thuis en alle hutsen, mutsen, buts. Alles bij elkaar. Mag ik erbij? Of dan doe ik de deur open. Ja, mag ik erbij dan, lieve schat? Ja, dat zijn de konijnenoren. Kom maar. Ja. Ja, en hun kunnen er gewoon langs, hoor. Lady, doe maar. Go. Ja. Ja. Willen jullie wat lekkers dan van mij? Dat mag, hoor. Zal ik er gelijk maar wat geven dan? Hé. Hey. Willen jullie gelijk wat lekkers dan? Wachten. Los nog even, hè, dames. Ja. Moet ik het wel eerst even openmaken. Hè? Ja, konijnenoren. Ja, mag ik erbij? Dat is... Moet ik het wel uitzien te halen. Even zo. Oh ja, dit zijn er weer gelijk twee. Ja, zwaar ook. Ja. Nou, er zat eentje gewoon aan elkaar. Maar ik heb het nu zo gedaan. Lekkere konijnenoortjes. Kom. Zitten. Zitten. Ja, even goed zitten. Kom, even een stukje naar achteren. Kom, Beauty. Kom. Zit, kom. Zitten. Zitten, blijf. Ik heb hier, hè. Oeh, konijnenoren. Eerst Lady. Eerst Lady. Lady pakken. Pak dan. Beauty, kijk eens. Dames, hier zitten. Zitten, kijk eens hier. Nee. Oeh, Loffie. En nou voor jou. Alsjeblieft. Lekker. Konijnenoren leed. Dat is lekker, hè. Lekker konijnenoortjes, hè. Hey meisje, kom je er ook weer eens in? Even kijken hoe zij het doet. Is lekker meisje. Lekker, is voor jou. Doe maar, is voor jou. Is voor jou. Is helemaal voor jou. Ja, lekkere konijnenoren. Is voor jou, hè.
lekkere. Geniet ervan, meisje. Ja, geniet ervan. Draak, kom. Kun jij lekker eten, hè? Mensen, ik ga even eten. Het is nu al 4 uur en ik had al in principe langer moeten eten. Hier zit dus lekkere Alpro yoghurt in of zo. Met kokossmaak en lekkere chocoladeschelpjes. En ik heb hier Gelderse kookworst van Zandvliet. Ja, lekker. En ik krijg een appje van mijn moeder binnen. Dus ik zal ze eventjes internetbrowser even openen. Ja. En dan zal ik even daar naartoe. En ik ben heel blij met deze toetsenbord. Ja. Heel blij. Nou, ik ga dat even doen. Komt helemaal goed. Hey. Hey, meisje. Ik ga eventjes inboxen. Mag dat? Hey, Draggie. Nou, ik heb even het een en het ander gekocht. Nou, deze bolletjes dus niet. Want die had ik al. Nou, dat ligt daar. Nee, meisje. Nou, bij Takkie's Dierenvreugd heb ik dus lekkere konijnenoren voor de dames gekocht. Nou, je ziet dus al gelijk de prijs. Maakt niet uit. Dan heb ik hier nog eentje. Yep. En ik heb dus een mooie kussen gekocht. Maar deze ga ik wel bewaren, sowieso. Want ik vind hem wel heel vrolijk. Toch? Ja, ik vind hem heel vrolijk. Maar dan kwam mijn oma er weer omheen. En ik was zo laatst zo dom geweest om dus een fles uit te koken. Maar ja, dit is niet van glas, dus dit is van plastic. Dus die andere, die ging een beetje krimpen. Dus ik heb een nieuwe moeten kopen. Ja, dat is een fles, lieve schat. En je mag gaan drinken hoor, maar ik weet niet of het werkt hoor. Kijk hier, lekker je neus. Lekker hè? Die heb ik dus gekocht. Dan heb ik bij de Action. Ik weet niet of het werkt hoor, maar ik denk ik ga het gewoon meenemen. Eeltsokken. Dus dat ga ik eventjes binnenkort eens even kijken hoe het werkt. En ik heb nog een gel socks. Ook grappig. Ik denk, nou, dan ga ik het gewoon meenemen. Ik vind het leuk, waarom niet? Als ik toch bezig ben. En ik vond deze wel heel erg grappig. En ze hebben dus ook deze tasje in het leer bij de Action. Ja, ik vind hem wel gewoon grappig. Waarom niet? Dan heb ik nog eens een keer. Hielklovencrème. Ook weer bij de Action vandaan. Action is onze grote vriend, jongens. Ja. Dan heb ik voor de jongens. Lekker speel- en slijpsteen. King size. Ja. Dat is ook zwaar ook. En heb ik 2 maal deze dingetjes gekocht. 2 keer. Dat is een beetje goedkoper. Yes. Kijk. Lekker 2 keer. En ik heb lekker mezelf verwend. Ja. Lekker. En dit komt door Roderick. Haha. Ja. Dus dat heb ik gekocht. Moet ik nog even opruimen. En wie heb ik ook gezellig aan de telefoon. Al 49 minuten, zoals jullie kunnen zien. Mijn lieftallige mama. Alleen die is ook lekker druk bezig met vloggen. Ja, handig toch? Dus dat heb ik lekker gekocht. Hey. Lig je er mooi bij? Wist je dat? Ja. Hey, Beauty. Hey, Tut. Die is er van mij. Die is van mij. Ja, die is van mij. Hey, koekoe, kijk eens. Beauty, kijk eens. Die is van mij. Die bal is van mij. Die is lekker van mij. Die is van mij. En daar ligt Lady. Die is zoek het uit. Ik ga lekker CS spelen.
Daar zit niks meer in hoor, schatje, patatje. Daar zit niks meer in. Nee, daar zit niks meer in. Die is van mij. Die is van mij. Ja, toen. En toen. En toen, die is van mij. Nee, hey. Oh, wat ben jij slim. Oh, wat ben jij slim. Nibbie. Hé, hey. Koekoek. Kitty. Ga je blaffen. Ga je blaffen. Voor wat? Voor wat? Wil jij en die bal hebben dan? Nou, hé. Hey. Hoi, lovely. Ik ga hem lekker opruimen. Nee. Nee. Ligt lekker daar. Jammer, joh. Zo. Nee. Nee. Gaan jullie zelf lekker van maken of zo? Ook een stel twee zusjes bij elkaar ook even, mensen. Ja. Maar ik zou nog even terugkomen op het verhaal Roderick. Ja, dat is... Roderick is gewoon heel erg preuts, wat ik al eerder heb gezegd. Hij durft gewoon geen kusjes te geven. En als je kusjes wil geven, dan gaat hij gekke bekken trekken zoals dit. Dat soort dingen. Of hij... zou dus eigenlijk een kusje geven. Dus geen... Wat dus altijd... Hè? De meeste mensen doen dat gewoon eigenlijk. Nou, Roderick die vindt het gewoon allemaal viesba. Maar ja, dat is ook deels zijn verleden. Ik ga niet helemaal uitbreiden van hoe en de wat. Maar ja, hè, dat kan eenmaal gebeuren. Dus ja. En de kinderen. Gewoon echt bijna alle kinderen die lopen gewoon met Ro en mij hier weg in de wijk. Dus dat is gewoon leuk. Ja. En dan ga ik even dit helemaal bewonderen. En ik ga verder praten met mijn mama. Ja, en vlogs editor. What else? Ja, nou, ik kreeg dus nou net een appje van mijn liefdallige mannetje Roderick. Ja. Het lijkt er nu naar uit te zien dat het weer vanavond gaat regenen en donderen. En als ik het zo even naar buiten zie, betrekt het ook wel. Dus ja, ik denk gewoon dat ik gewoon lekker thuis blijf. En dus niet naar Leiden ga lopen, helaas, Pindakaas. Nou ja, jullie horen mijn liefdallige moeder. Jee, gezellig. Daar zit ik al nu een uur en 36 minuten en 42, 43, 44, 45 seconden mee aan de telefoon. Gezellig. Ja, we kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. We kunnen lekker soms lekker ruzie hebben, lekker meningsverschil. En soms elkaar lekker niet uit kunnen laten praten. Ook een hele leuke. Maar nu zijn we allebei lekker druk bezig met vlog editen. Dus ja, dan is het weer heel stil. Allebei geconcentreerd aan het werk. Dus ja, dat moet ook kunnen. Dus ja, ik ga nog even verder. Ik ben al lekker bezig. Want YouTube die had ook iets van dat je nu 15 video's in één keer kan uploaden. Maar dan moet je waarschijnlijk dus een map gaan aanmaken waar je dus al die video's die je hebt gerenderd dus in een map gaat doen en dan alles selecteren. Want hoe ik het dus nu doe, dan wil dat dus niet. Dus daar ga ik nog even mee bekijken, bekoekeloeren. En dat laat ik lekker maandag even aan mijn mannetje laten hoe die dat doet. En ik ga even nog wat doen voor mijn mannetje voor zijn huiswerk. Ook dat nog. Ja. Nou, ik ben bij de exe geweest. Helemaal geweldig. Dan ga ik lekker in huis lopen. Ik heb niet in de exe gefilmd. Nee, had ik namelijk geen zin in. Hoeft ook niet, toch? Nope. Dus... Ach ja, komt ook wel weer goed. Dus nou ga ik lekker naar huis. En dan ga ik het even lekker unboxen wat ik heb gekocht.